Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door ABS Autoherstel Peter Brouwers in Roermond. Ja, beste kijkers, we hebben eigenlijk een speciale oproep en daarvoor heb ik hier aan tafel André Peters. Want we hebben een verzoek gekregen van de Oekraïners. De Oekraïense vluchtelingen die in Roermond en in Zwalmen wonen. Zeg ik dat goed, André? Dat zeg je goed, ja. Die hebben natuurlijk, de moeders en de kinderen zijn hier. De mannen zijn overwegend natuurlijk, die zitten aan het front. En die kinderen die hebben dus het Sinterklaas intocht meegemaakt. En ja, die hebben daar natuurlijk vragen over gesteld. Van goh, kunnen wij ook die Sinterklaas op bezoek krijgen? Nee, ja, want die kinderen staan niet in het grote boek van Sinterklaas. Dat begrijp ik. Ik begrijp dat dat niet in het grote boek staat. Dus dat betekent dat ze niet in het grote boek staan, is er ook niks voor bedacht. En die Sinterklaas die kan natuurlijk niet straks met lege zakken komen daar. Hè? Nee. Nou, wij hebben dus een Sinterklaasjournaal, hè, zoals je misschien weet, Dre, dat is in voorbereiding. Het wordt een speciaal item dat Sinterklaas op visite gaat bij de Oekraïnse kindjes. Ja. En zoals je net al zei, dat kan niet met lege handen, want het verhaal is dat de pakjes die bestemd zijn voor de kinderen die niet in het grote boek van Sinterklaas staan, dat die pakjes verdwenen zijn op de bodem van de zee, heb ik goed begrepen, of niet, die zaten in andere, ergens anders. Maar in ieder geval is de oproep het volgende. Heeft u nou thuis, maar misschien kan jij dat beter vertellen. Jij steekt hem zo mooi in. Ik was al volop aan het zoeken naar een of andere hulp Sinterklaas, maar jij hebt de echte Sinterklaas eruit. Ik heb de echte Sinterklaas. En die echte Sinterklaas, die wil natuurlijk niet met lege handen komen. Nee. Dan is de oproep, willen jullie voor die kinderen uit Oekraïne in ieder geval zorgen dat zij ook een pakketje krijgen. En u hebt thuis iets waar je van zegt, nou ja, daar is mijn kind uit gegroeid, dat heeft hij nooit mee gebruikt. Pak het even mooi in. Schrijf op wat erin zit. Ja, schrijf ook op wat erin zit. Dat is wel belangrijk. Ja, en dat het voor kinderen zijn, kleine kinderen, hè, die nog in onze echte Sinterklaas geloven. 0 tot 10. Hè. Ja, en breng het even hier naar het pakjeshuis. In de Roerpassage. Ja, het pakjeshuis. Het pakhuis. Ja. En dat is het pakjeshuis van de Sinterklaas, klopt dat? Heb ik het zo goed begrepen? Heel goed, hij slaapt hier ook. Hè. Het is zo. Wat kunnen wij nog, een mooiere gesten doen voor de kinderen die het nu hartstikke moeilijk hebben. Oekraïense kinderen die in Zwolle zitten en de Roermond zitten. En Sinterklaas gaat daar op bezoek. Geweldige gesten, Rob. Zou mooi zijn als er mensen meewerken. Ja, op een ochtend werd ik wakker, toen dacht ik, dat moeten we doen. Maar wat nog mooier is, Dree, op zaterdag en zondag zit de Sint hier in het Roercentrum, buiten. Aanstaande zaterdag en zondag. In een mooie stoel. En dan zou je dus, nou, je hebt kleine kinderen en je wil bij Sinterklaas even langs, dan neem je dat pakje mee, dat laat je je eigen kind aan Sinterklaas geven voor de Oekraïnse kinderen. Hoe fijn is dat? Ja, dat is inderdaad een geweldige geste. Dus de oproep is dan niet, breng het hier naartoe. Op elk moment van de dag. Maar breng het als Sinterklaas hier is. Hij neemt het in ontvangst en hem geeft het aan de kinderen door. Tijdens zijn bezoek aan de Oekraïense kinderen. En misschien een oproep aan ondernemers. We gaan er zelf ook nog even voor bellen. Maar misschien een oproep aan ondernemers. Wilt u meedoen aan deze actie? Misschien kunt u als ondernemer zeggen van, wij hebben best nog wel ergens een potje voor sociaal dingen. Regel dan wat cadeautjes en zorg dat die bij ons komen. Wij zorgen dat Zint die in een grote bestelbus mee heeft als we bij de Oekraïense kinderen op visite gaan. Nou, na zo'n oproep zou ik bijna zeggen, ik geloof nog in Sinterklaas. Ik wel. Ja. Ik geloof in onze Sinterklaas sowieso. Ja. André. Ja. Dat was even een oproep. En ik hoop dat u begrijpt dat dit iets anders is als Roermondse kinderen die ook niks hebben. Dat snappen wij heel goed. Daar zijn andere acties voor die op dit moment aan de gang zijn. Maar dit gaat puur om de kindjes die hier in Roermond en in Zwalmen zitten. Die kindjes hebben een papa die in de oorlog is. Of misschien is die papa zelfs wel al gesneuveld. Je weet het maar nooit. Denk eens even ruimhartig en doe graag mee in deze actie. Nee, toch? Helemaal mee eens. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co.
Happy to serve you sinds 1926.